Api, Maikai en zijn vriendjes zijn klaar voor een nieuw beweegavontuur. Ga je met ze mee op avontuur? En beweeg je lekker mee? Daar gaan we! Hey, heb je zin in een nieuw avontuur met Api? Ja? Reis je mee naar Avontuureiland? Weet je nog, de vorige keer toen je met je eigen vliegtuig ging? Dat ging zo goed dat ik dacht, vandaag proberen we iets nieuws. We gaan met de vliegfiets. De vliegfiets? Ja, de vliegfiets. Ik hoor je denken, hoe kom ik nu aan een vliegfiets? Nou, dat is echt heel makkelijk. Doe je ogen maar eens dicht. En denk maar eens aan een fiets die kan vliegen. Denk maar eens heel hard na aan een fiets die kan vliegen. Tada! Daar staat hij, voor je neus. Oh, en wat is die mooi, hè? Loop er maar eens een rondje omheen. En kijk maar eens wat een mooie kleuren. Wat een gave wielen. En wat een mooi zadel. Denk je dat je dat kan, fietsen op een vliegfiets? Natuurlijk kan je dat. Klim er maar op. Handen aan het stuur. Zet je voeten maar op de pedalen en als ik zeg ja, dan mag je heel hard trappen. Alleen als je heel hard met je benen trapt, komen we omhoog. Echt heel hard, hè? Ben je klaar voor om naar Avontuureiland te vertrekken? Oké, daar gaan we bij drie. 1, 2, 3. Ja, trappel. Ja, trappelen. Heel goed, gebruik alle kracht in je benen om de vliegfiets omhoog te krijgen. Trappen, heel hard trappen en harder. En ja. Oeh, doe je armen maar uit. Doe je armen ook maar uit. En daar gaan we, vliegen. De vliegfiets komt in de lucht. Joh, je zweeft. Je vliegt en je gaat hoger. En voel je die wind door je haar? Kijk, je vliegt al net zo hoog als die vogel daar. Zwaai maar naar de vogel. Hi, vogel. Zie je dat hij helemaal verbaasd naar jou kijkt? Ik denk dat hij nog nooit een vliegfiets heeft gezien. Blijven trappelen, hoor. Want anders gaan we weer naar de grond. En dat willen we niet, want we willen naar Avontureiland. Oh, kijk eens onder je. Zie je dat daar? Dat stipje? Dat is jouw school. Hè? En op het schoolplein staat nog een stipje. Dat is de juf. Kan jij zien welke juf het is? Ze zwaait naar jou. Blijf maar trappen. En zwaai maar terug. Goed zo. En roep maar dag, juf. Nog een beetje harder. Je bent heel hoog en ze kan je niet horen. Dag, juf. Ah, die juf heeft je gehoord. Ze roept, wat een gave vliegfiets. Daar heeft ze wel gelijk in, hè. Het is echt een hele gave vliegfiets. We vliegen verder. En we blijven trappelen met je benen. Zie je dat andere stipje daar in de verte? Daar moeten we naartoe. Het is Avontureiland. En oh, wat schijnt de zon toch heerlijk. En het is zo lekker warm. Kijk eens onder je. Daar ligt een mooie blauwe zee. Oh, heb je ook zo'n zin om te gaan zwemmen? Ja? Zal ik je dan eens wat leuks vertellen? Die vliegfiets van jou, die kan ook een waterfiets worden. En met een waterfiets kunnen we door het water fietsen. Let maar eens goed op. Ik ga je vertellen wat je kan doen om van de vliegfiets een waterfiets te maken. Blijven trappelen met je benen, anders gaan we omlaag. Blijven trappelen. Pas als ik ja zeg, mag je stoppen met trappelen, oké? Let op. Zie je die grote rode knop op je stuur? Zie je hem? Als ik zacht ja zeg, dan mag je erop drukken. Als je erop drukt, gaat je fiets heel hard naar beneden. Je moet dan blijven springen. Blijven springen, zo hoog als je maar kan. En hou het stuur goed vast. Nooit je stuur loslaten, oké? Ben je er klaar voor? Als ik ja zeg, druk je op de knop en daarna blijf je springen. Zo hoog als je kunt. Daar gaan we. In 3, in 2, in 1 en ja! Springen! Heel goed! Oh, we vliegen naar beneden. Blijf springen. Oh, we komen steeds dichter bij de grote blauwe zee. Blijven springen. We zijn bijna in het water. Bijna. En... plons! Oh, je ligt in het water. Poeh. Hey, even uitrusten hoor.
Even lekker rustig dobberen. Je hebt echt zo hard gewerkt. Zie je dat boven je het zonnetje? Oh, wat is dit fijn. Hé, en wat is dat nou? Kom eens overeind. Hoor je dat ook? Luister eens goed. Hé, vriendje. Hé, kijk eens. Dat is Apie. Kijk, daar in de verte staat hij op het strand. Hij zwaait en hij springt blij heen en weer. Oh, we moeten naar Apie toe. We gaan de waterfiets gebruiken. Ik ga je uitleggen hoe dit werkt. Oké, om de waterfiets in beweging te krijgen, ga je met je benen helemaal wijd springen en dan doe je je armen helemaal in de lucht. En dan springen je voeten weer naar elkaar en dan gaan je armen weer naar beneden. En dat mag je zo een paar keer doen. Benen helemaal wijd, armen in de lucht, benen naar elkaar, armen naar beneden. Benen helemaal wijd, armen in de lucht, benen naar elkaar, armen naar beneden. Heel goed. Wow, we racen over het water. Wat gaan we hard. We zijn er bijna. Kijk nou wat leuk. Apie rent helemaal op je af. Hij zegt, hé vriendje, wat ben ik blij dat je er weer bent. Hoe gaat het met je? Heb je een goede reis gehad? Oh, vertel maar dat je een fantastische reis hebt gehad. Met de vliegfiets en met de waterfiets. Dat was gaaf, hé. Hey, en Apie, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat wel goed hoor, zegt Apie. Maar vannacht heeft het heel, heel hard gewaaid. De takken zwiepten alle kanten op en de wind deed heel hard. Ik was eigenlijk best een beetje bang. Maar Maika zei dat er niks kon gebeuren en dat we veilig waren in ons paarse huisje. En hij had gelijk. Natuurlijk had hij gelijk, want hij weet alles. Oef, wat een spannend verhaal. Gelukkig is alles goed met Apie en Maika. Nou, het is zelfs beter dan goed, zegt Apie. Want hij ziet jou weer. Zullen we op avontuur gaan? Jij wil vast wel mee op avontuur, hè? Oké, zullen we vandaag dan naar de appelsapboom? Appelsapboom? Dat klinkt best wel lekker. Ik heb wel zin in een glaasje appelsap. Ja, leuk. En Apie rent naar de bomen toe. Wie er als eerste is. Oeh, ren maar achter Apie aan. Wat rent hij toch hard? Ren maar op je allerhardst. Je moet een beetje harder rennen om hem nog bij te kunnen houden. Oh, en wauw. Kijk eens daar voor je. Daar groeien je hele mooie bloemen. Pas op dat we die niet plat stampen op Apie. En hij springt over een bloem. Apie heeft gelijk. Die mooie bloemen mogen we niet plat stampen. Je bent bijna bij een bloem, dus dan moeten we er overheen springen. Spring er maar overheen. Oeh, en daar is nog een bloem. Spring daar ook maar overheen. Kijk eens, daar in de verte. Zie je die tunnel? En hij wijst naar een smalle tunnel. Daar moeten we doorheen. Ik weet niet of dat gaat passen hoor. Apie denkt van wel. Weet je hoe we dat doen? Op onze buik. Ga maar liggen op je buik. Maak je maar helemaal plat als een slang op de grond. En dan mag je je armen naar voren trekken. Eerst je ene arm naar voren trekken. En dan je andere arm naar voren trekken. En zo trek je jezelf helemaal vooruit. Doe dat maar eens. En kijk maar eens daar in de verte. Daar is licht. We zijn bijna bij het einde van de tunnel. Heel goed. Nog een klein stukje. Klein stukje naar voren trekken. Oh, heel goed. En kom dan maar eens overeind. En kijk eens naar jezelf. Kijk eens naar je buikje. Je zit helemaal onder de groene smurrie. Ruik eens aan je handen. Bah. Oeh, die smurrie stinkt. Schud de smurrie van je hele lijf. Of kun je even schudden met je buik. En schudden met je armen. En met je benen schudden. En alle smurrie van je lichaam afschudden. Doe dat maar. En met je voeten schudden. Oeh, net zolang totdat alle stinkende smurrie eraf is. En je billen, schud die maar goed heen en weer. Heel goed. Tja, in de jungle word je nou soms eenmaal een beetje vies. Dat is wel het echte jungle leven. Maar hey, kom, we gaan verder. We gaan naar de appelsapboom. Horen jullie dat? Huh? Ik hoor een geluidje. Horen jullie dat ook? Huh? Wat is dat? Het lijkt wel alsof er iemand aan het huilen is. Maar dat is niet leuk. Zullen we eens kijken of we kunnen helpen? Kom mee. Misschien kunnen we even in die boom hier klimmen. Dan kunnen we heel snel zien of wat er aan de hand is. Kom maar mee.
pak de boom maar met twee handen vast. Dan doe maar eerst je ene hand omhoog. En nu je andere hand omhoog. En dan je been omhoog. En de andere voet zet hij maar neer op de boomstam. Heel goed. Pak die tak daarboven vast. Heel goed. Pak die maar vast. Oké, goed zo. Heel goed gedaan. Oké, en nu moeten we... Nu moeten we verder. Oké. Goed zo. Zet je voet op de tak. En nu klimmen we van tak naar tak. Heel goed. Goed gedaan. Oh, kijk eens. We zijn boven in de boom. Kijk eens om je heen. Daar. Daar helemaal beneden. Daar op die hele hoge berg met zand. Er zit een diertje. Het is een groot dier. Een bruin dier. En hij ziet er heel zacht uit. Weet jij welk dier dit is? Het is een beer. Een beer op een berg. En hij kijkt heel erg sip. Hey beer. Beertje. Joehoe. Hierboven. Hallo. Zwaai maar eventjes naar hem. Hallo. Ja, ja, hij kijkt omhoog. Gaat het goed met jouw beertje? Oh, zegt hij. Ik ben een beetje verdrietig. Daarom moet ik de hele tijd huilen. Oh, ze gaat weer. Maar waarom ben je zo verdrietig? En wat is je naam? De beer kijkt weer omhoog. Ik heet Bally, zegt ze. Bally de beer. En ik heb geen huis meer. Bally's huis is vannacht tijdens de storm weggewaaid. Ik had een heel mooi rond huis, zegt Bally. Een huis van kokosnoten. En die kokosnoten had ik in de mooiste kleuren geschilderd. Roze en paars en blauw en groen. Maar alle kokosnoten zijn weg. Ik weet niet waar ze naartoe zijn gewaaid. Oh, dat is wel echt heel zielig. Hé, maar wacht eens even. Jij en Api zitten heel hoog in de boom. Misschien kunnen jullie eens even heel goed rondkijken. En misschien zie je de kokosnoten dan wel liggen. Kijk eens even naar de ene kant. Zie je al iets? Nee, pak eens even je verrekijker dan. Maak maar van je handen twee rondjes en doe die maar bij je ogen. Ja, goed zo. Nu kijk je helemaal naar de ene kant. Zie je daar kokosnoten liggen? En nu even helemaal naar de andere kant kijken. Zie je daar iets liggen? Hé, ja, daar verderop. Daar liggen ze. De gekleurde kokosnoten van het huis van Bally. Kom Bally, we gaan je helpen. Oh, ze begint te juichen. Ze kan het bijna niet geloven. Oeh, er is alleen één probleempje. Oh, die rotsen. Zie je die puntige rotsen daar in de verte? Daar liggen de kokosnoten vlakbij. En echt, die punten wil je niet aanraken, want die zijn zo scherp. Als je daar met je voet op komt te staan, oei, 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 daar moeten we niet aan denken. We moeten dus van boom naar boom springen. Spring je mee? Oké, we gaan eerst naar het uiteinde van de tak. Kom maar staan op je voetjes en ga maar zijwaarts lopen. Zijwaarts, doe je armen maar helemaal wijd. Zodat je goed je balans kan bewaren. Goed zo. En zijwaarts lopen. Heel goed. Hou goed je evenwicht. Zie je daar die tak? En die andere boom? Daar gaan we naartoe springen. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. En spring. Oh, ja, heel goed. Heel goed. Goed gedaan. Zie je die boom daarnaast? Die met die gele bladeren? Ja, die is wel wat verder weg. Dat kun je. We gaan nog een keer springen, oké? Daar gaan we. En spring. Oh, supergoed. We zijn vlak bij de gekleurde kokosnoten. Wat goed zeg. Hey, maar hoe gaan we ze eigenlijk te pakken krijgen? Hey, ik heb een idee. Kijk eens naar de bladeren van de boom waar je in staat. Het zijn hele dikke, zachte bladeren. Als je die bladeren nou om je voeten bindt, heb je een soort bladerschoenen. En dan kan je je voeten beschermen tegen de puntige rotsen. Hè? Dat is echt een goed idee, hè? Ga maar eens even op de tak zitten. En pak maar eens een blad. En doe die maar eens om je voet. Met een touwtje. Heel goed. Maak hem maar vast. Oeh, zorg wel dat je je evenwicht houdt, hoor. Je mag natuurlijk niet uit de boom vallen. Heel goed, heel goed. En nu pak je een ander blad en doe je om je andere voet. Oh, wauw. Wat een grappige gele schoenen heb je nu, hè? Oké, nu kun je veilig omlaag klimmen. Api blijft in de boom zitten. Als jij de kokosnoten nou omhoog slaat, dan gooi ik ze door naar Bally, zegt hij. Oh, dat is wel slim van hem, hè? Oké,
Jij gaat op de grond staan en je voelt helemaal niks van die puntige rotsen door die zachte bladeren om je voeten. Stamp maar met je voeten. Oeh, nog een beetje harder stampen. Nog een beetje harder stampen. Oh, dit zijn echt de beste schoenen die je ooit hebt gehad. Zie je die kokosnoot daar? Pak hem maar op. Oké, nu mag je er tegenaan staan. Doe dat maar. Sla maar tegen de kokosnoot. Heel goed. En als de kokosnoot weer naar beneden komt, dan moet je blijven slaan. Net zo lang tot dat aapje zegt dat hij de kokosnoot te pakken heeft. Hey, misschien kun je papa en mama wel even helpen om te vragen. Kunnen jullie samen tegen de ballon slaan? Kijk maar eens hoe vaak je kan overslaan. En de ballon is een kokosnoot. Kijk maar eens hoe vaak je de kokosnoot kan overslaan. Daar gaan we. Heel goed. Het is gelukt. Api heeft alle gekleurde kokosnoten van Bali toegegooid. En Bali heeft alle kokosnoten gevangen. En dat van zo'n afstand. Dat is zo knap. Hey, kijk eens, zegt Api. Ik heb een zwieptak gevonden. Als je die vastpakt, dan zwiepen we zo naar Bali's huis. Daar gaan we. Zwiepen! Plof! Oh, Api en jij vallen neer bij Bali. Die helemaal gelukkig kijkt. Want al haar kokosnoten zijn weer terug. Nu moeten we alleen het huisje nog in elkaar zetten. Wil jij mij helpen daarmee? Bali gaat boven op de berg staan. Oké, wil jij de kokosnoten nog een keer omhoog slaan? Dan bouwen Api en ik mijn huisje, zegt Bali. Oké, daar gaan we. Sla de kokosnoten maar allemaal weer omhoog. Heel goed. Wauw, tadaa, het is gelukt. Bovenop de berg staat het mooie ronde huisje van Bali. Het heeft alle kleuren van de regenboog. Api en jij springen in het rond van blijdschap. Joepie, joepie, joepie. Het is gelukt. Bali heeft weer een huis. Joepie, joepie. Hé, huh? Maar wat is dat nou? Kijk eens naar Bali. Bali. Maar waarom huil je nou? Ik vind het zo lief dat jullie mij wilden helpen, snikt Bali. Maar natuurlijk willen we jou helpen, Bali. Bali, heb je anders zin om misschien met ons mee te gaan naar de appelsapboom? Hé, dat vindt Bali wel leuk. Wie er het eerste is, die krijgt een groot glas appelsap, zegt Api. En hij rent weg. Oh, Api wil overal een wedstrijd van maken. Daar houden we helemaal niet van. Maakt helemaal niet uit of je wint. Oh nee, zegt Bali. En ik ben niet zo snel. Ik kan namelijk heel goed vangen en dingen gooien en rennen. Maar daar ben ik niet zo goed in. En ik wil wel graag een glas appelsap. Oké, ik heb een idee, Bali. Zullen we met de vliegfiets gaan? Dan nemen we Bali gewoon achterop. Doe je ogen maar dicht en denk maar weer aan de fiets die kan vliegen. Denk heel, heel, heel hard aan een vliegfiets. Tada, daar staat hij voor je neus. Klim er maar op. Handen aan het stuur. Zet je voeten maar op de pedalen. En Bali klimt achterop. Ja, en dan gaan we weer trappelen met je benen. Oeh, het is wel zwaar trappen nu. Want met Bali achterop is het wel een beetje zwaarder. Trappelen, trappelen. Je moet nog een beetje harder trappelen. En ja, daar gaan we los van de grond. We vliegen. Nog een beetje harder trappelen. En hoger, hoger, hoger. Nog een beetje harder trappelen. Oh, wat goed. Hé, en kijk eens naar beneden. Daar zie je Api rennen. Oh, wat rent hij hard. Denk dat wij sneller zijn, denk je niet? Trappel nog maar eens harder met je benen. Hou je handen goed vast aan het stuur. En zie je die roze boom daar in de verte? Dat is de appelsapboom. We zijn er bijna. Maar Api is er ook bijna. Trappel nog maar een beetje harder. We gaan een duikvlucht naar beneden maken. We gaan op de grond voor de appelsapboom landen. Ben je er klaar voor? In 3, 2, 1. Woesh! Naar beneden. En boem! Jij en Bali vallen op de grond. Kijk, daar komt Api aangelopen. Jij was eerder bij de boom. Hè? Zegt Api, dat vind ik helemaal niet eerlijk, want jullie waren op de vliegfiets. Nee, Api, het was helemaal niet oneerlijk, want we hebben nooit afgesproken dat ik niet met de vliegfiets mocht. Ja, maar, zegt Api,
En dan stopt hij met praten. Huh? Riep hij. Waar is de appelsapboom? Kijk eens naar de appelsapboom. Dat is vreemd. Normaal gesproken komt er heel veel appelsap uit. Maar nu gebeurt er niets. Ik weet al wat er aan de hand is, zegt Bally. Bally wijst naar beneden. Daar, waar de appelsap uit moet komen, daar ligt een boomstam. En de boomstam blokkeert de appelsapfontein. We moeten de boomstam zien weg te krijgen. Bally heeft een idee. Zeg Api, zegt ze. Zie jij die appels daar, die aan die takken van de appelsapboom hangen? Api knikt. Bally zegt dat Api die appels uit de boom moet plukken en naar haar moet gooien. Ik kan namelijk heel goed vangen, zegt Bally. En dan kijkt Bally naar jou. Bally vraagt of jij haar wil helpen. Wil jij helpen? Ja? Fijn. Als jij nou de appels op de boomstam wilt gooien, dan rolt de boomstam misschien vanzelf weg en dan kunnen we appelsap drinken. Heel goed. Mik maar steeds op de boomstam met je appels. Op de boomstam mikken met je appels. Heel goed. Nog een paar keer mikken met je appels op de boomstam. Supergoed. Oh, het is gelukt. De boomstam rolt weg. En daar komt de appelsapfontein tevoorschijn. Oh, joepie. Appelsap voor iedereen. Api geeft je een jungleglaasje. Dank je wel, Api. Api geeft Bally ook een jungleglaasje met appelsap. Oh, wat was het weer een mooi avontuur vandaag. Maar wat is dat nou? Bally maakt een heel gek geluid. Moet Bally nou weer huilen? Maar de appelsap van de appelsapboom is toch niet om te huilen? Wacht eens even. Dat huilen van Bally klinkt helemaal niet als huilen. Bally moet lachen. Bally moet heel hard lachen. Wat is er zo grappig, Bally? Bally wijst naar jouw voeten. Ik heb nog nooit zulke grappige schoenen gezien. Huh? Kijk eens naar je voeten. Jij hebt je bladerschoenen nog aan. Je gele bladerschoenen. Dat is grappig. Je was het helemaal vergeten, hè? Trek ze maar uit. Je hebt ze niet meer nodig. Het avontuur is afgelopen. Of als je ze aan wil houden, mag dat natuurlijk ook. Ga je de volgende keer weer mee op avontuur met Api? Dat zou hij heel leuk vinden. Tot snel. Wauw, dat was weer een tof beweegavontuur. Wil je het nog een keer beleven? Begin dan nog weer een keer van vooraf aan.